subspecialist. Of nee, toch niet? Welkom bij de Team SOPS Crossbar Challenge! Mink gaat beginnen. Ik begin, daarna gaat Joris. En daarna Guillaume. En daarna Stefan. Stefan naar de Sam. Nou. En iedereen heeft twee ballen, dus twee pogingen. Ik heb er twee. Oké, jongetjes. Mink mag gaan schieten. Oh. Dat was bijna raak. Oké, jongens, Mink gaat nu schieten. Ik ga kijken of hij hem nu wel raak schiet. Tweede schot nu al. Nee, het is weer een chaos. Oké, nu gaat Joris schieten. Oh, bijna. Oké, jongens, nu gaat Guillaume schieten. Oh, dat scheelde super weinig. Ja, oké, jongens, nu komt Guillaume zijn tweede schot. Oké, die was weer mis. Oké, jongens, nu ga ik schieten. Oké, jongens, mijn tweede schot komt hier. Oh! Oké, jongens, vanaf nu gaan we de best out of three, want het lukt ons gewoon niet zo goed. Dus ik heb er al één en de rest nul. Er is net een wilde, hele rare wildplassen gespot in Egmondenzee. Die moet je niet tegenkomen, heel gevaarlijk. Oké, beelden komen er nu aan. Oké, deze moet even op het latje, jongen. Ja? Ja, hier kan. Zoals je wist. Kijk zo. Ik voel dat deze op de lat gaat. Volgende schot is er weer. Mink gaat hem nu op de lat schieten. Hij zit sowieso links op de voelen. Oké, nu komt Joris de schot weer. Oké, tweede schot van Joris. Nee! Oh, dat is zo weinig. Als ik op de lat schiet, dan ga ik een RB backflip doen. Dan moet je op de lat schieten. Niet top. Oké, Guillaume, zijn tweede schot nu. Oké, jongens, nu ga ik weer schieten. Oh, gijs. Zo. Ik ga mijn tweede schot doen. Ah! De schoot op Joris reed. Nee. Ja, Guy. Oké, jongens, nu gaat Sam zijn eerste schot weer even proberen. Ja, maar de eerste van de twee. Oh. Oké, jongens, Sam zijn tweede schot. Als deze raak is, dan komt er een superleuke video aan. Want die komt er sowieso al. Oh, onze video is wel leuk. Nou, die komt er dus niet. Oké, wij gaan even een paar vette shots doen.
Jongens, laat jullie skills zien. Oh! Mink is nu weer. Kijk, hier niks doen, hè. Alleen als je niet op de land gaat. Oh! Jammer. Ga maar. Ah. Oké, ga maar. Kijk, hier aan het pissen is. Oké, Gion is. Ga maar. Oké jongens, nu gaat Sam weer even schieten. De stand is, ik heb een punt, Dion heeft een punt en Steven heeft een punt. Nee, oh, bijna. Oké, de winnaar, dus die als eerste drie heeft, die mag op de rest. Oké jongens, nu gaat Sam's tweede schot. Oh, bijna. Oké, Mink gaat weer schieten aan. Ja. Niet zo te vinden die om anders omleeft. Oh. Oh, bijna. Mink zijn tweede schot komt nu. Oh, bijna Mink. Oké jongens, Joris gaat nu schieten. Oké, die was hem eens. Oké jongens, dit is Joris het tweede schot nu al. Kom op Joris, even op de lot. Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Oké, nu komt Kion zijn schot. Hoe gaat het nog 3 of 2? 3, dus je moet nou maar even raak schieten jongen. Er komen andere kindjes uit. Ja, oh, zat hij? Ja, ik hoor hem schaven. Oké, dat ik was het schaamvie. Ik wilde lekker worden schaven. En jullie zien de herhaling nu. Maakt niet uit of hij raak is, we tellen hem wel. Dus ja. Gion staat nu 2. Hoe mag ik het? Hey, Gion, tweede schot. Die weer? Nee, die niet. Jongens, mijn schot weer licht erop. Bijna, joh. En nu? Nog een keer. Hey, was tweede schot. Ah, jongen. Amatiek, joh. Oké, jongens, weer Sam's schot. Bijna. Oké jongens, dit is Sam zijn tweede schot. After all I've said, please don't forget. Oh, hij staat op de schot. Ik wil het schrappen. Jongens, jullie gaan het weer zien in de replay ook nog. Oh, hij staat op de schot. Ik wil het schrappen. Jongens, ik ben weer. Oké, de stand is nu 2 voor mij en 2 voor Dion. Niet voor lang meer. Dan jij deze erin. Hoop ik voor jou. Mink, je kan beter schieten. Zoals Sam probeert, ga ik ook doen. But after all I've said, please don't forget. Oh, zo bijna. Nu gaat Joris weer schieten. Oh, bijna Joris. Oké jongens, Joris zijn tweede schot. Mink legt hem klaar. Ja. Tweede schot. Ik durf het. Oh man. Ja? Oké dan. Oké, goed. Ik zag het niet lelijk. Oh, yes. Oh, bijna. Hij heeft lucht gedaan. Heb je dat gefilmd man? Dat is echt, echt leuk man. Oké, daar gaat Gion nu twee schot.
tellen ze. Er staat 1-1. Iedereen heeft er 1, behalve ik en Guillaume, die hebben er 2. Oké, okay. Oh, logisch man. Ah, jongen. Stefan is mensen. Hij gaat sowieso de lat schieten. Jon zei het al. Oké, hij is op zijn schot weer. No. Sam en Guy moeten er nog één. Oh, dat telt niet. Oké, jongens, Guillaume gaat nu schieten. Zeg dat het nu afgelopen is. Ja, wij zijn dood. Als jij nu raakt. Goal. Nu komt het kontje rotten. Op die reet, hè? Oké, jongens, dat was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Later.